natuurlijk net vakantie geweest, dus we hebben even wat Netflix gekeken. Ja. Ik kijk vooral veel Brooklyn Nine-Nine, dat vind ik een hele toffe serie. Lucifer en Teen Wolf. Ik hou wel van horrorfilms en wat spannendere series en ja, eigenlijk van alles wat wel. Ik vind How I Met Your Mother heel leuk, om even gewoon tussendoor een leuke serie en alles. Nou, er is een nieuwe serie, die heet You. Dat gaat over een stalker en die heb ik echt in 2 dagen uitgekeken in de vakantie. Dus ja, die was wel heel goed. Welke serie of film zou je nog aanraden voor mensen die nog aan het zoeken zijn? Ja, op het moment kijk ik de Sons of Anarchy. Dat is een serie over een motorclub uit Amerika. En Concept Bill is ook heel leuk voor de meiden. Hoeveel uren per dag kijken jullie naar Netflix eigenlijk? Nou, het is meestal voordat ik ga slapen even 1 of 2 afleveringen en dan is het klaar. Ligt eraan hoe lang we les hebben. Ja. Is wel zo. Als we een dag tot 5:30 hebben, dan kijken we gemiddeld... Van 9 tot 5:30? Ja. Oh, niet in de pauzes? Nee, de pauzes slaan we over. Ah, je hebt toch gauw afleveringen van 30 minuten. Dus als je dan 1 of 2 afleveringen kijkt, dan gaat het snel. En dan wil je niet stoppen, hè? Ah, nee. Ik val wel eens in slaap met de laptop op mijn schoot.